En bij ons Jan Wouters, professor internationaal recht. Professor Wouters, wat vindt u van deze beslissing van Oostenrijk? Ik vind die onaanvaardbaar. Waarom? Omdat Oostenrijk momenteel het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waarneemt, dus de tweede helft van dit jaar. En de Europese Unie dit hele proces voor dat VN-compact over migratie heel nauwkeurig heeft voorbereid, voortdurend gecoördineerd. En men eigenlijk als Europese lidstaat, maar zeker als voorzitter van de Europese Unie, moet ervoor zorgen dat de Unie met één stem spreekt op het internationale toneel. En dus dat zie ik echt niet gebeuren hier. Nee, dus eigenlijk worden de zaken bemoeilijkt door wat Oostenrijk nu doet. Tegelijkertijd kan je zeggen, ja dit kan je misschien wel verwachten van de regering die er momenteel aan zet is in Oostenrijk. Ja, ze is bijzonder streng in zaken migratie. Er wordt ook tal van nieuwe wetgeving en beleid tegen migranten aangenomen. Men schroeft sociale zekerheid terug enzovoort. We weten dat ook, dat deze coalitie die agenda nastreeft. Maar er zijn verantwoordelijkheden als Europees voorzitter. En elk van de argumenten die ik heb gehoord vanwege Oostenrijk zijn eigenlijk niet erg sterk. Omdat het pact zoals dat is onderhandeld niet juridisch bindend is. Het verbindt dus de lidstaten niet. Het, is al zodanig, het erkent niet migratie als een mensenrecht, dat staat er ook niet in. Het maakt wel degelijk een duidelijk onderscheid tussen de regelmatige en de onregelmatige, de onwettige migratie. Dus de argumenten die worden aangehaald, zijn eigenlijk niet steek steekhoudend. Nee, u verwees er daar net naar. Een van de opmerkingen van Oostenrijk is migratie is geen mensenrecht. Wat zegt u daarop als expert? Wel in de eerste plaats moeten we eventjes dat uh, compact duiden, want er is veel misverstand over. Dit is geen verdrag, dit is geen juridisch bindende tekst die wordt onderhandeld. Het is eigenlijk een verklaring, een politieke verklaring. Sommigen zullen zeggen soft law, typisch voor de VN algemene vergadering. En er, het, het gaat ook niet over vluchtelingen. Nee. Er is eigenlijk een onderscheid. Uh, er komt een globaal compact over vluchtelingen, en dit gaat specifiek over alle andere categorieën van migranten. Dus niet Mensen die genieten van het Statuut van Vluchtelingen en de bescherming van de Conventie van Genève. Dus in dat opzicht is dit eigenlijk het allereerste internationale instrument dat ooit wordt aangenomen, dat een alomvattend kader biedt. Om internationaal samen te werken rond de uitdagingen van migratie. Dat is een ja. heel belangrijk initiatief. Heel belangrijk, maar wat kan het concreet betekenen? Wat staat er dan bijvoorbeeld in wat er internationaal kan geregeld worden? Er wordt vooral uh, voorzien in veel meer samenwerking rond alle aspecten van migratie. Uh, de, laat ons zeggen, de bescherming van uh, migranten. Uh, ook de manier van opvang in het land van oorsprong, in het land van ontvangst. Uh, er wordt verwezen naar de rechten van migranten. Maar dat zijn rechten die reeds voortvloeien uit bestaande internationale mensenrechtenverdragen. Er wordt eigenlijk niets aan toegevoegd. Mm -hmm. En er wordt vooral gepleit voor meer samenwerking en analyse van de tendensen die we nu al meemaken. We zitten in een wereld met 256 miljoen migranten, 25 miljoen vluchtelingen, maar 256 miljoen migranten. Er zijn allerlei nieuwe zaken op komst, waaronder dus armoede, waaronder klimaatwijziging. We gaan allerlei nieuwe tendensen aankomen. Dit uh, akkoord uh, gaat niet zeggen aan landen je moet dit of dat doen. Het herkent uitdrukkelijk de soevereiniteit van elk ja. land. En het akkoord zegt wel je moet samenwerken en probeer je analyses met elkaar te, te delen, zodat je een verantwoordelijk beleid kan uitwerken. Dan komt natuurlijk de evidente vraag, als het niet bindend is en als we zien hoe de um, ingesteldheid ten opzichte van migratie evolueert wereldwijd, is het niet te laat? Of kan het überhaupt nog iets betekenen? We moeten altijd in de VN werken met de, de, laat ons zeggen, de spelers die er zijn. Het is daar juist gezegd. Het hele proces is nog in werking gesteld onder president Obama. Dus toen waren alle 193 VN-landen akkoord, unaniem akkoord, om die twee compacten aan te nemen. Ondertussen hebben we nieuwe regeringen. Ja. En zien we vooral dat er dus een aantal regeringen de kans zien om nu een beetje cavaliersel te spelen. Ja. En eigenlijk in het geval van uit het uh, eengemaakte standpunt te treden dat de Europese Unie heeft gecoördineerd. En uh, wellicht zijn er nog andere lidstaten die op dezelfde manier zullen reageren. Of het voorbeeld van Oostenrijk volgen. Ja, In juli is, Orbán, is, is, is Hongarije naar uitgestapt. Polen, naar het schijnt, zit ook met grote twijfels. En als nu al het EU-voorzitterschap zegt we gaan er niet meer aan meedoen, dan is het hek een beetje van de dam, in vrede, ja. inderdaad, voor een aantal andere landen die gaan afhaken. Ja, een hek, het hek een beetje van de dam. Normaal is de ondertekening in december in Marrakesh. Ja, wat betekent dat concreet voor dit akkoord dat het dan dreigt dode letter te blijven? Niet echt, maar we moeten wel het volgende realiseren. De wereld is snel aan het veranderen. President Trump heeft in december vorig jaar Amerika teruggetrokken uit dit compact. Dus iedereen kijkt in heel de wereld naar het leiderschap van de Europeanen. Het zijn de enigen nog vanuit. Dus de industrielanden die kunnen leiderschap geven en een beetje tot een compromis komen. We hebben dat heel meticuleus voorbereid. En nu trekt Oostenrijk zich als EU-voorzitter daaruit terug. Dat is eigenlijk heel, heel bedenkelijk. En dus daar... Wordt de vraag: kunnen wij, wat meneer Juncker zegt, kunnen wij nog op Oostenrijk een beetje inpraten? want de argument... u dat mogelijk, dat dat uh, Wel, kan? Nu, want er lijkt geen weg terug te. De, ik denk dat het eigenlijk een intern Oostenrijks politieke kwestie is. En dat de FPU duidelijk heeft gemaakt, dit is voor ons een stap nee. te ver, en dat meneer Koert onder grote druk staat. Ja. En dus na die publieke verklaringen is het heel moeilijk. Maar het is altijd mogelijk voor een land om zich alsnog bij een consensus aan te sluiten. Ja, laten we ook eens kijken naar de positie van ons land. Minister de Kroo zal die ondertekening gaan uitvoeren, zal daar aanwezig zijn, maar ook hier is er erg veel discussie over dit thema. Ja, en eigenlijk is uh, dus die hele discussie met alle argumenten die is meegenomen, dit is een heel ruim proces geweest van 18 maanden uh, overleg tussen 193 uh, landen. Dus daar is wel degelijk alle stemmen voor en tegen. Het blijkt ook uit het genuanceerde karakter van de hele verklaring. Men respecteert de nationale soevereiniteit. Men maakt een onderscheid tussen legale en illegale migratie. Er worden geen nieuwe juridische verplichtingen aangegaan. Er wordt alleen gezegd... Migratie is een probleem dat een land individueel niet aan kan en waarvoor we internationale samenwerking nodig hebben. Dat is toch eigenlijk vrij evident. Oké, okay, professor Wouters, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan.